dames en heren. Welkom op de persvoorstelling van Miss Wellness Beauty ondertussen al 2020. Welkom aan de mensen van de pers, welkom aan de hoofdpartners, welkom aan vrienden en familie. Welkom ook aan de finalistes die wij zo dadelijk gaan ontmoeten. Wij zijn hier natuurlijk vanavond voor een ambassadrice van de sector. Maar we zijn hier vanavond ook om kennis te maken met enkele van de hoofdpartners en ook met het Nationaal Comité. Voor de mensen van de pers en iedereen in de zaal, jullie kunnen straks beter kennis maken met de meisjes. Bij nog hapjes en nog lekkere drankjes. Er wordt zeker tijd gemaakt voor interviews en voor foto's, dus dat komt helemaal snor. Maar we zijn hier vanavond zeker om de kick-off te geven van een heel leuke tijd. Een leuke tijd van bijna 6 maanden. We hebben dat daar juist met het Nationaal Comité snel even berekend. Bijna 6 maanden gaan wij doorbrengen met deze groep van leuke dames. En dan gaat u zich waarschijnlijk afvragen van wat gaan die allemaal meemaken. De lijst is bijna eindeloos, maar als ik het even mag overlopen. 6 maanden heel leerrijk. Waarom? Er worden heel wat workshops gegeven, heel wat trainingen. Door de hoofdpartners, door het Nationaal Comité. Denk ik aan trainingen over producten, sector gerelateerd. Denk ik aan catwalk training, media training, etikettentraining, verkoopstraining enzovoort. Verder ook fotoshoots. Er wordt natuurlijk ook een hele agenda opgesteld van leuke activiteiten, formeel en informeel. Openingen van beauty salons, beurzen en dergelijke. En eigenlijk als slagroom op de taart een heel leuke reis. Wij zijn in het verleden al naar Egypte geweest, naar Turkije, naar Tunesië, Frankrijk, Disneyland. U kan het allemaal opnoemen. Super, super leuk. En die reis is eigenlijk de kick-off van een heel korte race naar de finale show die wij dan natuurlijk de kerst op de taart doen. Die finale show, dat is natuurlijk bedoeld om daar een ambassadrice te gaan verkiezen en de gerechtmatigde eredames met nog enkele awards die in het leven geroepen zijn. Die ambassadrice heeft natuurlijk een heel belangrijke taak. Die mag 1 jaar lang de sector gaan vertegenwoordigen van wellness en beauty. Die gaat natuurlijk ook heel vaak in de media gaan verschijnen. Openingen gaan doen, beurzen gaan bezoeken. Eigenlijk het gezicht gaan zijn van de sector en ook wel van de hoofdpartners. Dat is zowat waar wij op zoek gaan naar dit jaar naar op zoek gaan. En dat is ondertussen al 10 jaar. En naast die top 3 die hier ook voor mij zit, zijn er nog een paar awards in het leven geroepen. Om eigenlijk de verschillende aspecten van Miss Wellness Beauty in het licht te brengen. Wij hebben daar Style, Miss Wellness Style, Miss Wellness Media, Miss Wellness Sympathy en ook de Award van Think of Beauty. Dat allemaal leidt naar een stevig prijzenpakket. Maar als ik het zo cliché mag zeggen, het grootste lot is eigenlijk wel het Nationaal Comité die al deze dames gaat begeleiden. En ik ga ze er ineens bij roepen, graag jullie applaus voor het Nationaal Comité van Miss Wellness Beauty. Een applaus voor alle hoofdpartners. Als jullie de hoofdpartners met de geleiding van de kandidaten, Stacey Hoofd, Kette en Stijn en Patrick, de organisator, al 10 jaar. Patrick, ik ga met jou beginnen. Een goede avond. Alles goed? Goed, ik ben wel, Dave. Ik heb er nog iemand vergeten voor te stellen, dus Dave, dat is voor jou. Hi. Patrick. Frans, jij, wil je een handtekening straks? Patrick, als ik mij niet vergis, 81 meisjes die zich ingeschreven hebben en 18 geselecteerd. Ja, dat klopt volledig. Hè. Dus we hebben een heel goed beauty team. Dat zijn allemaal dames die de afgelopen jaren hebben deelgenomen. Dus we hebben daar heel veel vraag aan dames de afgelopen jaar dan mogen we betrokken blijven bij het geven. Dus we hebben 10 dames daaruit genomen die nu voor ons eigenlijk werkzaam zijn. En zij zijn eigenlijk op zoek gegaan naar dames binnen de sector. 81 dames gevonden die zich hebben ingeschreven en hebben we een mooie selectie van 18 dames. Dat is ondertussen al het 10e jaar. Patrick, ik ga het vragen.
Hoe voelde je daarbij? Goed, weet je waarom? Vroeger had ik lang haar en dat was niet mooi op de foto. En nu sport is voor mij dus veel beter. Nee, maar ik voel me er heel goed bij. Ik durf zeggen, er zijn maar weinig misverkiezingen in België die 10 jaar overleven. Dus als we echt naar de misverkiezingen gaan kijken, zijn er maar bitter weinig. Ondanks dat er toch hoeveel zijn er in België, 60, 70 verkiezingen zijn, denk ik dat er... 160. 160 zijn, dankjewel. Het is met de 100, hè. Die ken ik zelfs niet. Maar bon, ik denk dat we daar blij mogen zijn, dat we daar een van de 3, 4, 5 enigen zijn die zo lang overleven. Nu, aan de andere kant wil ik me niet distancieren bij alle verkiezingen, want we zoeken echt wel ambassadrice voor de wellness- en beauty sector. En daarom hebben we onze dames ook allemaal bezig met de schoonheidssector. Yes, je zegt een ambassadrice voor de beauty en de schoonheids- en wellness sector. Wat was je doel 10 jaar geleden? Wel, ik heb altijd een uitgeverij gehad van tijdschriften en magazines, heel lang, en ik was daar kotsbeu. En ik heb toen op een gegeven moment gezegd, ik wil evenementen gaan doen, maar wat is er nog niet in de wellness- of beauty sector? En er was nog geen ambassadrice zoektocht, en ik had zoiets van, tja, dat is zeer interessant. En het doel was eigenlijk iemand te gaan zoeken van, die het gezicht zou worden van de branche. En ja, onverwacht is dat eigenlijk blijven groeien, groeien, groeien. En daar zijn we heel fier op, maar dat kunnen we uiteraard niet zonder sponsors, zonder partners, die we straks ook even aan het woord gaan laten. Ja, ik heb snel even een berekening gemaakt op mijn fameuze iPad hier. 10 jaar, dat zijn ondertussen al meer dan 200 kandidaten die deelgenomen hebben. Welke evolutie heb jij gezien in die 10 jaar aan dames die deelnemen? Er zijn heel wat generaties natuurlijk vandaag de dag. Is er een groot verschil in... de schoonheidsverkiezing op dit jaar? Dave had me beter de vragen op voorhand doorgegeven, kon ik me voorbereiden, maar bon. Even te improviseren. Het is inderdaad zo, de generatie is veranderd. Als we 10 jaar geleden kijken, of we kijken nu 10 jaar later, iemand van 21 is veel mondiger geworden en denk ik ook veel volwassener geworden dan 10 jaar geleden. En dat merken we heel goed. Nu, onze dames, ik denk dat ze allemaal tussen de 21 en 34 ongeveer zitten momenteel die geselecteerd zijn. En toch zie je dat die van 21 even mondig zijn dan iemand van 34. En die kost soms nog zelfs al op een paar jaar tijd meer ervaring hebben dan iemand van 30. Dus dat is wel een evolutie, want dat was vroeger meer een groter verschil tussen de 20 en de 35-jarigen. Ik merk ook dat de dames die momenteel met de beauty sector bezig zijn, dat die veel dieper op de materie ingaan, dat ze veel meer zich gaan specialiseren in de nieuwe dingen die op de markt zijn, tegenover vroeger dat ze echt wel een salon opstarten, dat ze meer globaal met de globale behandelingen bezig blijven, en dat ze nu constant op zoek gaan in Europa, van wat is er nieuw op de markt, ik wil bijblijven, en dat ze heel veel bijscholingen volgen. En dat merk ik wel, dat ze dat veel liever gaan doen, van oké, ik wil iets bijleren. Tegen vroeger waren ze meer in het patroontje vast van oké, we hebben dit, we blijven dit doen. Dus dan merken we wel een evolutie. En daarin de kracht van de zoektocht naar een ambassadrice. Terug naar een vraag die je wel doorgekregen had, Patrick. Dit jaar wordt een speciale editie toch wel. Ik heb iets overwaaien van Tomorrowland die Kees komt. Ja, omdat we 10 jaar bestaan, gaan we een heel groot feest geven natuurlijk. Een grote party in de zomer. Ik heb een aantal vrienden die DJ zijn en op Tomorrowland draaien, dus we gaan daar een party brengen met allemaal Tomorrowland DJ's in de zomer. Waarschijnlijk een beachbar, meer komt daar binnen een aantal weken, weten we dat. Oké, en dan de laatste vraag voor je, de voorlaatste vraag voor jou, het prijzenpakket. Want er staan daar heel wat dames die allemaal keihard de strijd aangaan voor een van de titels. Wat kan jij ons al meegeven aan het prijspakket dit jaar? Wel, we hebben hier straks onze partners van Ootse Poessie. Die mensen geven elk jaar een gigantisch prijspakket. Ik denk dat ze het beter zelf straks even voorstellen wat dat inhoudt. We hebben van Exclusive Jewelry bij Vos, dat is een diamantair uit Antwerpen. Krijgt de winnaar is elk jaar een handgemaakt juweel met een diamant in. Dus hij mag zelf kiezen, oorbellen, halsketting, de ring. Maar dat zijn waardes die gaan tussen de 3.000 en de 8.000 euro. Naar de keuze van de dames samen met Karim, de zaakvoerster van Exclusive Jewelry by Vos. We hebben een reis naar de Seychelles voor 2 personen op de zeilkataman in de Indische Oceaan. Dat is echt een paradijs, vol pension met een privéklok, privé-schipper, sorry, aan boord. Anne en ik hebben die reis mogen meemaken dankzij Bateau Bleu.
Christophe kon hier jammer niet zijn, want hij is in Australië momenteel om nieuwe catamarans aan te kopen. En het is leuk, want de winnares van vorig jaar, de winnares van het jaar ervoor, dus Nina en Christine, en de winnares van een van de 18 dames die verkozen wordt in april, die mogen samen een zeilcatamaran innemen op de Seychelles met twee personen. Dus dat wordt een luxe reis van 8 dagen. Buiten dat hebben we heel wat kleding gevonden. Hebben we het kroontje, dat moeten ze niet doorgeven, met Swarovski-juweeltjes in. Dus mogen ze houden, niet zoals bij andere verkiezingen, dat ze dat elk jaar moeten doorgeven. Het is eigenlijk te veel om op te noemen, maar ik denk dat we ongeveer om een derde 30.000 euro enkel voor de winnaars zien. Oké, en op die zeilcatamaran hebben jullie nog een afwasser nodig, denk ik dan? Ja, zeer iets betreft. Hey, dag Daisy. Goedenavond iedereen, hoe is het met jou? Fantastisch, hè? Ook na 10 jaar? Ja. Je bent ondertussen ook een oude rot in het vak, als ik het zo mag zeggen. Heb jij de evolutie gezien als een kandidaat? Je bent wel bezig met styling, met etiketten. Heb je daar een verandering gezien in de 10 jaar? Ja, absoluut. Ik kan er helemaal niet aan. De dames worden ook veel matuurder, mondiger, rijper. Ook vakkennis is heel wat gegroeid door de jaren heen. Dus ik denk dat wij meer en meer groter en groter en sterker kandidaten bij ons hier op het podium krijgen. Dat kan ik inderdaad wel beamen. Jij bent ook hoofd van de styling. Wat is nou voor jou styling? Styling in associatie met de verkiezing, in associatie met de schoonheidszorg, de esthetiek, die onze dames dan al vertegenwoordigen, denk ik dat het wel heel complementair is dat het plaatje afmaakt. We gaan ervoor zorgen dat het volledige 100% aan schoonheidszorg binnen de sector naar voren komt. En dat is eigenlijk ook uiteindelijk wat onze ambassadrice moet uitstralen en wie zij moet zijn en die volgend jaar onze sector gaat vertegenwoordigen. Dat is heel duidelijk, dankjewel Daisy. Ga ik even achter jou langs naar de volgende lid van het Nationaal Comité. Dag Angelique. Dank je. Je lijkt zo van Angelique. Altijd hè. Angelique, jij bent ook hoofd van het beauty team, die samen op zoek gaat naar de kandidaten. Ik heb juist gesproken over generaties en dergelijke. Pakken jullie het ondertussen anders aan dan 10 jaar geleden? Want een misverkiezing of zoektocht is natuurlijk zo makkelijk niet meer. Echt anders aanpakken denk ik niet, alleen wel gerichter. We gaan meer zien dat we echt meisjes in de sector vinden en dat ze echt een diploma hebben en alles weten waar dat ze over praten en dat ze daar ook echt een passie in hebben. Dus dat wel. Oké, lijkt me inderdaad primordiaal. Ik heb hier ook opgeschreven dat jij een vaste fan bent van onze reizen altijd. Jij bent ook degene met de meeste foto's en boomerangs voor de sociale media. Kan jij ons een paar herinneringen meegeven van die reizen? Dat was ook niet voorbereid. Ik heb wel degelijk gezegd dat ik iets over de reis ging vragen, maar juist niet zo specifiek. Wacht, nu moet ik wel even denken. Er zijn eigenlijk altijd heel veel leuke herinneringen. Bijvoorbeeld aan het zwembad. Dat we spontaan beginnen te dansen allemaal. En dat iedereen meedoet. En dat alle anderen denken van, amai, wat een hoopje is dat daar. Maar wij amuseren ons rot. Ook bijvoorbeeld, vaak is het Patrick zijn verjaardag op reis. Dat we daar ook altijd iets voor doen. Dus die wordt ook altijd in mijn bloemetjes gezet. Dit jaar niet. Jee! Er zijn zoveel herinneringen, het is altijd heel leuk. Dus, we amuseren ons altijd en er wordt ook echt iets geleerd, maar er is ook heel veel plezier. En dat is denk ik ook heel belangrijk. Dat klopt inderdaad. En dan gaan we nog even naar deze schoonheid. Dag, alle goede avond. Goedenavond. Alles goed met jou? Jazeker. Anne. Jij bent ook hoofd van de techniek, zoals we zeggen. Wat is jouw doel als je de show voorbereidt die op 26 april gaat plaatsvinden? Wat is jouw doel om het publiek te leren? Uiteraard een goede communicatie met de choreograaf. Zeer belangrijk. Heel belangrijk.
Maar buiten dat, ik stel de draaiboek samen, dus wat houdt dat specifiek in? Dus de teksten voor onze presentatrices, dat is Virginie Klaas, zij is ook Miss België geweest. Dat is Cynthia Reekmans, Miss Belgian Beauty. Dus zij praten de show volledig aan elkaar en ze doen dat op een zeer professionele manier. Maar uiteraard moeten zij weten wat te zeggen. En daar zorg ik voor. Ik heb een deel mannen of heren van techniek die avond voor mij werken. En ik begeleid hun eigenlijk in hetgeen wat zij die avond juist moeten doen. Dus dat gaat dan eigenlijk over de technische dingen. Welk filmpje wanneer afgespeeld moet worden. Welke spot of welke microfoon dat aangezet moet worden. Dus ja, achter de schermen. En dat doe je fantastisch goed trouwens. Nog een extra vraagje voor jou. Jij bent ook een van de leidende factoren in de workshop die op prijs gegeven wordt van de sector. Ik heb die zelf een paar keer mogen volgen. De dames worden iedere keer op reis uitgenodigd voor een open gesprek, een discussie, een brainstorming over de sector, de opportuniteiten. Kan je daar even iets meer over vertellen? Oh ja, ik merk vooral binnen ons vakgebied dat inderdaad vroeger werd je schoonheidsspecialist en was dat één bepaald ding waar dat je studie voor ging volgen. En het is gelijk dat Angelique ook al zegt, of gelijk dat Patrick al gezegd heeft, dat mensen zich meer en meer gaan specialiseren in bepaalde vaktermen. Dus dan spreek ik over de visagie of medische pedicure, huidverbetering. Tegenwoordig komt voeding ook heel veel aan bod. En hetgeen wat wij eigenlijk op reis willen benadrukken is toch dat wij allemaal dezelfde fascinatie voor deze sector hebben en iedereen heeft daar een ander proces in ervaren. Dus wij spreken dan vooral over ieders ervaring, over bepaalde dingen waar het soms een drempel over is om over te spreken. Hoe ervaar je het om een zaak op te starten? Hoe ervaar je het om als student bijvoorbeeld in een wereld te komen waarvan men nog niet zoveel van af weet? Dus men leert ontzettend veel van elkaar en dat is eigenlijk wel altijd heel tof en interessant. Top, dankjewel Anne. Ik hoor hier vooral veel beauty en groei en dan ga ik nog even naar Patrick met het woord beauty. Jij bent sinds enkele jaren ook organisator van Day of Beauty. Kan je daar iets meer over vertellen? Want dat is ook een award die op de verkiezing uitgereikt wordt, toch? Dat klopt inderdaad. We hadden in België maar één beurs en dat is de Esthetica beurs in Brussel. Aangezien ik zelf al 24 jaar meedraaien binnen de beautybranche, horen wij heel veel op de beurs van oké, waarom niets in Antwerpen? Dus wij zijn 5 jaar geleden begonnen in Edegem met Day of Beauty, een dagbeurs. En nu zijn we aan de 5e editie gekomen en omdat we toch heel wat exposanten hadden, die we vorig jaar jammer genoeg moesten weigeren omdat de zaal te klein was, zijn we nu naar Antwerp Expo uitgeweken en op 8 en 9 februari gaan we 2 dagen een weekend Antwerp Expo doen. Het verschil met andere beurzen, het verschil met Esthetica is dat wij ook werken met workshops en met lezingen. Dus we gaan heel erg op huidverbetering werken, op make-up en dergelijke meer en iets minder op nagels werken. Top, dankjewel. Dan ga ik hier afsluiten voor jullie en vraag ik aan jullie nog een tafelapplaus, want het is schitterend.